Steeds meer jongeren krijgen steeds vaker verschillende vormen van kanker. Internist-oncoloog Jim Loor van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vertelt aan onze redactie dat zelfs kankersoorten die gewoonlijk bij ouderen voorkomen en heel zeldzaam zijn, nu bij 3 jonge patiënten van nog geen 40 jaar zijn geconstateerd. Kankersoorten zoals alvleeskanker en borstkanker zijn ouderdomsziekten en komen het meest voor in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. Echter beginnen er steeds meer jongeren deze kankersoorten te krijgen, zegt Loor. Wat dit gebeuren nog zorgwekkender maakt, is dat alvleeskanker vaak agressief is en een kleine overlevingskans heeft. Alvleesklierkanker, dat is een van de ergste kankers die je kan hebben. Gewoonlijk, zelfs als die klein is en je ontdekt het vroeg, ga je meestal toch eraan sterven. Omdat die zich uitzaaien, zelfs wanneer ze nog heel klein zijn. En ook al denk je, hey, we hebben eentje vroeg gevonden en we gaan het weghalen, dan blijkt achteraf, dat ook al heb je het al weggehaald, dat zie je later uitzaaiingen tevoorschijn komen op andere plekken in de lever, de longen, etcetera, die er al waren, maar ze waren te klein om te zien, omdat die kanker heel agressief is en snel uitzaait naar andere plekken. Loor zegt dat een verkeerde leefstijl de oorzaak is van de meeste kankergevallen. Tegenwoordig roken veel jongeren, doen zij weinig aan lichamelijke activiteiten en eten zij heel ongezond. Het is een feit dat we bij lange niet zo gezond eten en leven als hoe onze grootouders geleefd hebben en wat zij gegeten hebben. Ze hadden veel meer beweging dan wij. Wij zitten het grootste gedeelte voor de tv. Gamen, dat is wat je tegenwoordig ziet. Mensen bewegen veel minder. Je ziet ook geen kinderen meer spelen. Duel spelen en voetbal en dat soort. Dat zie je veel minder. Wat doen ze? Ze gamen, ze zitten. Nou, zitten is al een van de risicofactoren. En vooral als je dat vanaf kleins af begint te doen. En wat eten ze? Veel junkfood. Dat is heel ongezond. En die chronische blootstelling en aldoor de verkeerde dingen doen, dat maakt je risico op kanker veel groter. En dat zien we nou bij de jonge populatie die al kanker krijgen. Dat is niet iets van hier. Dat is iets wat je in eigenlijk de hele westerse wereld ziet. Overal waar je deze leefstijl ziet, zie je ook duidelijk groeien het aantal kankergevallen. Loor adviseert niet alleen jongeren, maar aan ieder om vaak te bewegen. Gezond te eten, zich niet chronisch bloot te stellen aan chemicaliën en niet te roken ter verkleining van de kans op kanker. Kanker is een ongecontroleerde deling van lichaamcellen. De cellen kunnen niet meer stoppen met delen en groeien in omliggende weefsels. Soms zaaien ze uit naar andere delen van het lichaam. Het hangt per kankersoort af wat de genezingskansen zijn, besluit Loor.